Jannes, dit is een speciale aflevering voor jou geweest. Niet alleen het ticket naar de finale, maar je hebt solo mogen zingen. Ja, super tof, hè. Ik ben echt blij dat ik het heb kunnen doen. Heel blij. Is niet een hele week gerepeteerd een bepaald nummer voor niks, dus? Ja, inderdaad. Alhoewel het vorige week ook niet voor niks was, want ik heb daar wel sowieso keiveel uit geleerd. Maar vorige week was ik toch wel een beetje zo van, ik had dat wel graag willen doen. Ik ben dan heel blij dat ik het nu, dat ik die kans gekregen heb. Wat vond je van de commentaren van de jury vandaag? Ja, dus... Allee, ontwapenend om te horen gewoon. Hè. Als mensen tegen u zeggen van ja, het is gewoon echt goed wat je brengt en van mij verdient je een plekje in de band. Dat zijn mensen die je altijd op tv hebt gezien. En ze beseffen dat niet, maar voor ons is dat, ja, dat is zo schoon om te horen. Was het vandaag een emotionele avond? Ja, we hebben 3 jongens van de groep moeten afgeven. Dat is sowieso heel zwaar. Dan nog zit je zelf met die goesting om in die band te zitten en je weet het niet. Maar emotioneel is het heel het traject al enorm zwaar geweest. Ik hoop gewoon dat dat niet wint. Maar volgende keer is het de laatste keer dat er iemand afvalt. Ja, de volgende keer geven we er nog 2 af, waar ik misschien onder ben, dat weet ik niet. En dan kan het avontuur echt beginnen voor die 4 gasten. Ja. Kom, waarom zou jij afvallen? Waarom zou ik afvallen? Ik weet het niet. Ja, nu kan ik echt geen onderscheid niet meer maken. Het is, ik zou het bij God niet weten. Nu hangt het echt af. Ja, als ik niet... Als de formaties waar ik in zit niet degene zijn waar het publiek naar op zoek is, dan kan ik afvallen. Nu is het echt kijken. We weten nog niet eens welke nummers we gaan brengen. En jullie duiken morgen de studio in? Ja. Morgen gaan we al een keer gaan werken aan de eerste single van de uiteindelijke band. We gaan er heel veel verschillende versies van opnemen, want alle combo's zijn nog mogelijk. Maar ik ben heel benieuwd, ik heb hem nog niet gehoord. Dus kijk er naar uit. Spannend? Heel spannend. Het zal vermoeiend zijn, want we werken heel het weekend door. Maar heel spannend. Ja, en dan volgende week die finale, hè? Zenuwachtig? Ik kan nog niet zenuwachtig zijn. Nee, ik zit nu nog met mijn hoofd in de wolken. Ik wil ook heel graag de andere gasten zien en mijn familie zien. En dan morgen zal ik wel aan die finale beginnen denken. Is er tijd om de familie te zien? Moet je niet meteen naar bed? Ik zou best naar bed gaan, maar ik ga toch nog even tijd maken voor mijn familie. Dat is belangrijk. Ja, stel dat je er volgende week niet bij bent, Jannes. Wat dan? Dat gaat heel zuur zijn. Dan ben je heel dichtbij geweest. Maar ik denk dat het mij dat niet gaat tegenhouden om te blijven gaan voor muziek. Maar ook gewoon voor het entertainen. Ik heb dat vloggen nu. Ik kom in heel goed contact met heel veel mensen nu in tv-wereld. Ik vind het echt leuk. En ik besef gewoon dat dit is wat ik echt graag wil doen. En dat is voor mij gewoon eens de grote motivatie om ervoor te blijven gaan. Ook al zit ik niet in de band. Je zou dus solo willen verder gaan, denk je? Solo zeg ik niet. Ik zou gewoon... In de mediawereld, zelfs niet per se muziek, iets willen doen. Ik vind het heel tof, heel deze wereld hier. Zelfs regie of zo, of film, dat zou mij heel hard interesseren. Ja.